Kom toch binnen. Het is de grootmoeder van Giovanni ten voeten uit en de Molukse gastvrijheid. De familie komt afscheid nemen, want Lena Sapolette, 82 jaar, vertrekt naar Zuid-Afrika om haar kleinzoon wereldkampioen te zien worden. Gio en zijn Molukse familie, ze zijn heel nauw verbonden. Ook in moeilijke tijden staan ze elkaar bij. Zoals in 1998, Fortuna Feyenoord. Die dag was hij na de begrafenis van zijn oom Rudy direct doorgegaan om te spelen. En dit werd zijn eerbetoon aan zijn overleden oom. Van Bronckhorst staat niet buiten spel en kan de score openen en doet dat. Daar is weer Van Bronckhorst en het is 0-2. Zijn oma heeft hem altijd gevolgd, hoe hij met veel doorzettingsvermogen de top haalde en toch gewoon bleef. Tot op Ambon is hij de held. Het is helemaal gek daar, ja. We gaan helemaal uit een dak. Heel Ambon. In de Molukse straten van Krimpen aan de IJssel wordt bescheiden gevlacht, maar de trots is er niet minder om. Giovanni, het voorbeeld van hoe je als Molukker kunt slagen in het leven. Nederland start goed tegen Uruguay in die halve finale. En dit is Van Bronckhorst. En dit is een werelddoelpunt van Giovanni Van Bronckhorst. Zijn opa en oma zijn hier gekomen in 1951 met het koffertje, met niks, met geen bestaan. En als we naar 2010 kijken en dat alle jonge Molukkers zien van jee, wat hij kan. Naar Zuid-Afrika voor oma een tripje. Ze is immers de lange reizen naar Ambon gewend en verheugt zich op het vliegen. Kalau di kapal terbang, duduk di pinggir supaya bisa lihat tim. Dia punya, biar cuma lihat putih-putih. Aku senang lihat. Of het van al die kleinkinderen die ene zal zijn die scoort zondag, durft ze niet te zeggen. Maar, denkt ze, Nederland wint met 2-0. En dan is er toch wat aangedaan bij het afscheid van al die tjoetjoes, al die kleinkinderen. En niet te vergeten de buurvrouw. De Molukse vlag gaat mee, zodat hij straks in het stadion ziet waar ze zitten. En een van zijn grootste fans heeft nog een laatste boodschap. Apa datang dari muka jangang unduri. En thuiskomen met de beker, zoals toen hij nog dat tengere ventje was. Uit Krimpen aan de IJssel.